Welkom bij Mensenwerk, een programma van Studio 040 dat een kijkje achter de schermen geeft bij maatschappelijke organisaties. Want wat gebeurt daar nou eigenlijk en wie werken daar nou? Ik ben Rob, ik ben 22 jaar en ik werk hier in Pannenkoekhuis Clown en kom uit Valkenswaard. Hey. Hey Rob, hoe is het? Goed. Ja, hoe was je weekend? Goed. Ja, dus je kunt er weer met frisse tegenzin tegenaan? Ja. Tegenzin, ja. Oké. Dan kleden wij je wel lekker om en dan kom je maar bij staan. Dat is goed. Ja? Ja. Ik sta hier voornamelijk voor de voorbereidingen. Dat doe ik tussen 2 en 5 doe ik de voorbereiding ongeveer. En dan na 5 uur dan komen meestal de avondmensen en doe ik daarvoor koken. Ik ben nu bezig met 2 kopgarnituren. Nee, met 3 kopgarnituren. 2 klein, 1 groot. En die krijgen dan mensen bij een bord. Ik kom net erachter dat we geen augurk meer hebben, dus moet ik die even uit laten lekken. Dan weer in een schone bak doen. Ik werk hier via de Ergon, omdat mijn geheugen werkt gedeeltelijk niet. En daardoor kan ik dingen snel vergeten en daardoor kan ik niet in een normaal restaurant meedraaien. Zonder aanpassingen. Sowieso dat ik mijn... Dat ik mijn structuur, daar helpt mijn baas, maar ook de Ergon helpt daar gedeeltelijk mee. Dat ik die gewoon hier heb. Ik heb alles opgeschreven in een boekje. Hoe de bonnetjes eruit komen, staat eigenlijk precies op wat erin moet. Ja, en daardoor weet ik gewoon heel erg goed wat ik moet doen. Zorgen dat de beslag staat, dat alles gesneden staat, dat alles is afgebakken, wat voorgebakken moet worden. Eigenlijk gewoon dat we de rest van de week en de weekenden vooruit kunnen. Rob had hier 1 jaartje of 2 geleden alles stage gelopen. En hij belde ons vorig jaar eigenlijk een beetje ongelukkig op, want hij zat bij een andere stage waar dat hij niet echt mee kon. En met de vraag of dat hij terug mocht komen. Wij zaten net met een faillissement van een ander bedrijf. En we hadden hier een kok moeten ontslaan. En hij kwam eigenlijk wel als geroepen, alleen zeiden we, zolang het niks kost, zijn wij geïnteresseerd. En anders dan zal het heel erg moeilijk zijn in dat geval. Dus vandaar dat hij in eerste instantie voor de kosten en de handjes aangenomen is. En in tweede instantie omdat het zo'n verschrikkelijk leuke vent is natuurlijk. Gewoon hoe ik op dit moment heb ik hier gewoon voldoening aan. Ik kan doen wat ik wil. Ik heb de structuur. Hoe ik het altijd zeg, van de mise en place van de voorbereidingen. Zodat eigenlijk onze kaart verandert nooit. Maar toch de afwisseling van dat ik nooit weet wanneer mensen komen eten en wat ze bestellen. Ik eet ze zelf 2 dagen in de week. Ik ben hier 4 dagen in de week. Een andere, want ik eet hier ook mijn avondeten. Zo. En welke pannenkoek vind je dan lekker? Ik heb eigenlijk 2 favorieten. Spek prei kaas en de gehakt champignon kaas. Meestal kaderen altijd aan het begin van de dag wat ik die dag moet gaan doen. Dan schrijven we op een papiertje en dan kan ik gewoon doorstrepen wat ik heb gedaan. Nee, maar daarbij kan hij er ontzettend goed mee omgaan. Waarop, als ik naar de koelcel loop en ik vergeet zelf iets, wat zeg jij dan altijd? Dan zeg jij, join the club. Ja, precies. Dus wat dat betreft kan hij er heel goed mee omgaan. We kunnen er grapjes over maken. En hij is gelukkig en ik ben gelukkig. Ja, dit zou ik wel de rest van mijn leven zo kunnen doen.